Hey jongens en meiden, welkom bij deze nieuwe les. Deze les gaat over ongelijknamige breuken optellen en aftrekken. En hou je vast, want het is best een pittige les waarin we veel gaan doen, want zowel het optellen als het aftrekken gaan we vandaag doen. Ik neem je eerst weer even mee in wat we deze les precies gaan doen en hoe deze les eruit gaat zien. We beginnen even wat voorkennis op te halen. Ik laat even zien wat we allemaal al gehad hebben. Ik laat jezelf ook even nadenken wat je ervan weet. Ik laat je zien wat we precies gaan leren. Ik laat je ook zien wat het precies is. Heel belangrijk natuurlijk, ja, hoe doe je dat nou precies? Ik laat het je in het aantal stappen zien. De uitwerking van die stappen doe ik hiervoor, zowel erbij als eraf. Dan zet ik jezelf weer aan het werk, we doen het even samen. En tot slot doe je een erbij som en een eraf som, doe je zelf. Als afsluiting blikken we even terug op wat je hebt geleerd. Geen tijd te verliezen, we gaan beginnen. Wat weet je er al van? Wat weet je al van ongelijknamige breuken, optellen en aftrekken? Nou, denk daar voor jezelf even over na. Misschien heb je wel een leuke knuffel in de buurt waar je het even aan kan vertellen. Vertel maar even aan iemand of aan jezelf wat je er al van weet. Nou, ik heb even op internet gezocht. Ik zag dit mooie voorbeeldje. Ja, dit weet ik er al van. Zo'n heel Lego blokje noemen we bijvoorbeeld een hele. De helft daarvan is een halve. Zo'n blauw stukje is dan een vierde. En kijk ik nog één stukje naar rechts, dat is een achtste deel. En een mooi voorbeeld van 3/4 deel. Ja, dit laat mooi en daaronder zie ik ook al wat sommetjes staan over breuken. Dat weet ik er al van. Ik weet breuken, dat is iets dat gebroken is. En bij rekenen zeggen we dan een deel van iets. Dat ding boven de streep, dat noem je de teller. Dat telt het aantal delen. Het stukje onder de streep, dat noemen we de noemer. En in de klas zeg ik vaak, dat is alleen maar zijn naam. En het ding wat je hier ziet staan, dat noem je ook wel 3/4 deel. Belangrijk om te weten, gelijknamige breuken, die hebben dezelfde noemer. Kijk maar eens, bijvoorbeeld 3/4 en 1/4 hebben dezelfde naam, namelijk vierde. 5/9 en 8/9 hebben dezelfde naam, namelijk negende. En 1/10 en 3/10 hebben ook weer dezelfde naam. Tienden. Ja, ongelijknamige breuken, dat zijn vanzelfsprekend haast breuken met een andere naam. Nou, ik heb hieronder een paar voorbeelden neergezet. Kijk daar maar eens even naar. Ja, wat ik ook weet is vereenvoudigen. En dat is de breuk zo klein mogelijk maken. Hè, bijvoorbeeld, je maakt van 2/4, maak je netjes 1/4 door allebei de dingen te delen door 2. 3/12, als ik dat nou de bovenkant deel door 3 en de onderkant deel door 3, kan ik mooi 1/4 van maken. En 4/10 kan ik dan bijvoorbeeld nog 2/5 van maken. Dat is vereenvoudigen. Gaan we leren. Ongelijknamige breuken, optellen en aftrekken. Nou, geen tijd te verliezen, laten we gauw beginnen. Wat is het nou precies? Nou, breuken hebben we net ook al even gehad. Hè? Dat is iets dat gebroken is en we rekenen een deel van een geheel. Ongelijknamig, dus we gaan het vandaag vooral hebben over breuken met verschillende noemers. En optellen en aftrekken, dat is erbij en eraf, of plus en min, net hoe je het wil noemen. Ja, hoe doe je dat nou eigenlijk? Nou, eerst schrijf je de som op en kijk je wat de noemers zijn, dus wat de naam is. En je kijkt of je de ene noemer kan veranderen in de andere. Ja, lukt dat niet, dan doe je de noemers keer elkaar. Dus de onderste twee doe je keer elkaar. Dat werkt namelijk altijd. Dan kan je hem altijd in de gelijke naam veranderen.
Doe de noemers van de eerste breuk keer de teller van de andere breuk en omgekeerd ook. En nu zijn de breuken zijn ze gelijk. En je trekt de tellers af of je telt de tellers op. Hè? Dus net of je een erbij of een afsom doet. Je schrijft het antwoord op. En tot slot vereenvoudig je als je dat kan. Als je dit zo ziet denk je, wow, wat veel. Geen probleem, want dadelijk gaan we het stap voor stap voordoen. En dat is nu. Ik doe het stap voor stap voor. We beginnen met deze bijna wel klassieke som. Een tweede erbij 1 vierde. Nou, zoals ik had gezegd, ik kijk even naar de noemers. Ik heb het hier over tweeden en vierden. Nou, in dit geval kan ik de ene noemer in de andere veranderen. Ik kan voor die tweede kan ik vierde maken. En wat doe ik dan? Ik doe die 2 keer 2. En dan doe ik die 1 ook keer 2. Dus dan wordt de som 2 vierde erbij 1 vierde. 2 erbij 1 is 3. 3 vierde. Want 2 erbij 1 is 3, dat doe ik aan de bovenkant. En die naam die verandert niet doordat je het optelt. Je hebt 2 stukjes van 4 bij 1 stukje van 4. Ik heb 3 stukken van 4. Dan doen we ditzelfde met de erafsom. En dat werkt verrassend genoeg bijna hetzelfde. Kijk maar mee. 1 tweede eraf 1 vierde. Weer kan ik natuurlijk van die 1 tweede kan ik 2 vierden maken. Ik doe het keer 2. Wat ik onder doe, doe ik boven ook. 2 vierde eraf 1 vierde is 1 vierde. Ik hou 1 vierde over, want 2 eraf 1 is 1 en de naam die verandert weer niet. Maar voor nu is het wel even belangrijk. We moeten nog iets doen. Ik kijk of ik het kan vereenvoudigen. En dat kan in dit geval. Want 2 vierde kan ik allebei de boven- en onderkant delen door 2. Ik kan er een half van maken. 1 tweede. In tegenstelling tot de andere video's die we hebben gemaakt, ga ik nog een voorbeeld doen om te laten zien wat er gebeurt als je de ene breuk nou niet in de andere kan veranderen. Kijk nog even mee. We maken het iets moeilijker. Een derde erbij een vierde, ook zo'n klassieke som. Ja, het probleem wat ik nu al zie, ik kan 3 niet veranderen in 4 en 4 ook niet in 3. Dus ik ga die truc van toen straks gebruiken. Ik doe 3 keer 4 is 12. Ik maak de noemers, maak ik er 12 van. Nou, ik ga eerst een derde, doe ik maar keer 4. 4 keer 3 is 12. Als ik dat aan de onderkant doe, doe ik dat aan de bovenkant ook. Dus ik doe die 1 ook keer 4. Zodoende heb ik 4 twaalfde. Die 1 vierde doe ik keer 3. Want 3 keer 4 is 12. Dan doe ik die 1 ook keer 3. Ik heb 3 twaalfde. De som wordt 4 twaalfde erbij 3 twaalfde. Ik heb ze gelijknamig gemaakt. 7 twaalfde is het antwoord. Want 4 erbij 3 is 7. En de naam blijft gewoon 12. Nou, het zal je niet verbazen. Dezelfde truc gaan we ook uithalen voor de erafsom. Misschien zie je dat hier al wel, hoe dat zou gaan. Maar ik doe het gewoon nog een keer voor. Oh ja, vereenvoudigen. Dat kan dit keer niet. 7 twaalfde kan ik niet vereenvoudigen. Ik kan het niet allebei delen door iets. Nou, daar gaat hij. De minsom. Weer ga ik er 12 van maken. Precies hetzelfde. Weer doe ik die 1 derde doe ik keer 4. En die 1 vierde keer 3, zodat ik er allebei 12 van maak. In dit geval is het natuurlijk een erafsom. En daardoor doe ik 4 twaalfde eraf 3 twaalfde. Ik heb nog 1 stukje van 12 over. Want 4 eraf 3 is 1 en de naam blijft gewoon 12. 1 twaalfde vereenvoudigen gaat niet lukken. Ik heb maar 1 stukje. Dat kan ik niet vereenvoudigen. Het is tijd om het samen te gaan doen. We gaan samen aan het werk, ook weer stap voor stap. Handig is nu om echt even kladpapier bij de hand te hebben, want je moet ook zelf aan het schrijven. We doen het samen. Nou, daar gaat hij. De som die we gaan maken is 2 vijfde erbij 1 vierde. Ik wil dat je zelf nu nadenkt,
Ja, hoe kunnen we nou deze breuken gelijknamig maken? Want dat is de eerste stap. Ik zie dat het niet gelijknamig is. Eventueel zet je de video even op pauze. En als je de som hebt opgeschreven en hij is gelijknamig, dan ga je weer verder. Kijk, dat gelijknamig maken heb je als het goed is zo gedaan. We maken er dit keer 20ste van. Want van 5 kan ik geen 4de maken en van 4de kan ik geen 5de maken. Ik maak er 20ste van en in dit geval 8/20ste en 5/20ste. Want 5 keer 4 is 20. Dan moet ik die 2 van die 2 vijfde ook keer 4 doen en dat is 8. Ik maak er 8/20ste van. En van die 4de, 4 keer 5 is 20, maar dan moet ik die 1 ook keer 5 doen. De som wordt 8/20ste erbij 5/20ste. Nou reken jij nu eens uit wat dan het antwoord moet zijn. Heb je tijd nodig, zet je de video weer even op pauze. En daarna zet je hem weer aan om te kijken of je het antwoord goed hebt. Ja, het antwoord is 13/20ste, want 8 erbij 5 is 13 en die naam blijft gelijk. Ik controleer nog even of ik het kan vereenvoudigen. Nee, dat kan niet. Ik kan 13 en 20 niet allebei door hetzelfde getal delen. 13/20ste, dat blijft staan. Misschien voel je hem al een beetje aankomen, maar we gaan nog een som doen. Namelijk de erafsom. En het handige is, je kan een beetje spieken bij de vorige som natuurlijk. Het gelijknamig maken gaat precies gelijk. Daar gaan we. 2/5, eraf 1/4. Maak hem maar gelijknamig. Je mag best spieken bij de vorige som hoor. Ja, dit gaat op dezelfde manier. Ik maak er ook nu er 8/20ste en 5/20ste van. Maar met dit verschil, ik ga het nu aftrekken. He, weer, ik heb die 2/5 keer 4 gedaan. Want 5 keer 4 is 20. Wat je onder doet, doe je boven ook. 2 keer 4 is 8. En met die 4de, die heb ik keer 5 gedaan. 5 keer 4 is 20 en 1 keer 5 is 5, 5/20ste. En dit keer trek je hem af. Doe dat maar. Ja hoor, heel goed. Want 8 eraf 5 is 3 en die naam blijft 20ste. Wat moet ik weer doen? Ik kijk of ik het nog kan vereenvoudigen. Nee, ook dit kan ik niet vereenvoudigen. 3 kan ik delen door 3, maar 20 kan ik niet delen door 3. Het houdt op. Mooier kan ik het niet maken. Wauw, dat was het voor en samen doen. We gaan nu toch echt kijken of we het zelf kunnen. En ik heb niet één som voor jullie uitgezocht, ik heb er 2 uitgezocht. En de vraag is of je 5/12 erbij 1/4 wil doen en 5/12 eraf 1/4. Beide sommen reken je uit. Je zult ze gelijknamig moeten maken, anders had ik de sommen natuurlijk niet gekozen. Kijk eerst of je de een en de ander kan veranderen. Ik wens je heel veel succes. Zet de video even op pauze en dan bespreken we dadelijk het goede antwoord. Ja, daar staan ze dan, de sommen. Ik maak er 12 van in dit geval. 5/12 had ik al en 1/4 is hetzelfde als 3/12. Als ik die 4 keer 3 doe, wordt het 12. Wat ik onder doe, doe ik boven ook. Dus 5 eraf 3/12. En 5 erbij 3/12 natuurlijk. 5 erbij 3/12 is 8/12. En als ik dat vereenvoudig in dit geval, dat kan ik allebei delen door 4. Ik kan 8 delen door 4, dat is 2. En 12 delen door 4 is 3. Ik hou dan 2/3 over. Dat is het mooist mogelijke antwoord. Bij de erafsom, 5/12 eraf 3/12, dan hou ik maar 2/12 over. En van 2/12 kan ik weer nog heel mooi 1/6 maken. Goed zeg, je hebt het zelf gedaan. En we blikken even terug wat we nu hebben geleerd. We hebben geleerd om ongelijknamige breuken op te tellen en af te trekken. We hebben gesproken over wat het ongelijknamige
wat het nou precies is. We hebben heel belangrijk geleerd hoe je ze gelijknamig kan maken. Je kan nu optellen, je kan aftrekken en we hebben zelfs nog even geoefend met vereenvoudigen. Hoe is het gegaan? Bedankt voor het kijken. Je mag nu zelf proberen de opdrachten op Snapit te maken. Als tip op studiewijs.nl, dan kan je bij het kopje werkbladen maken zelf makkelijk oefenbladen printen. Dus mocht je hier nog meer mee willen oefenen thuis, dan kan je daar eenvoudig een werkblad voor jezelf maken. Ik wens je succes en zoals gebruikelijk zou ik zeggen, heb je vragen, stel ze gewoon aan juf of aan mij.